plezier. Want al mijn vriendjes, die zijn hier. We spelen met de tekendoos. Probeer het ook, het is grandioos. Speel met cijfers, valt niet mee. Let goed op en denk voor twee. Denk voor twee, denk voor twee. Papa zegt, dit kost veel geld. Mama vindt dat dat niet telt. Puzzelen, kleuren, ijsjes eten. Deze dag zal ik nooit vergeten. Dit was mijn lied, we gaan nou spelen. Je zult je zeker niet vervelen. Ik ben jarig, speel... Ik ben jarig. 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 Ik ben. Ik ben. Ik ben. Ik ben. Deze ballen voor zijn? Nou, hoe groter de bal, hoe moeilijker het spel is. Dat is alles. In deze puzzel zie je allemaal vakjes met verschillende patronen. Maar waar zijn de kleuren? De autootjes zullen straks langsrijden met de ingekleurde blokken. Jij moet de blokken op het juiste moment aanklikken, zodat ze op de juiste plaats naar beneden vallen. Als je een andere puzzel wil proberen, klik dan op een van de pijlen. Thank you.
hebben het voor elkaar. Tot ziens. Tot ziens! Thank you.
bent er goed in. Tot ziens. Tot ziens. Is een heel bijzonder verjaardagscadeau, want er zitten allemaal verschillende spelletjes in. In het blauwe vakje zitten getalspelletjes. In het paarse vakje vind je letterspelletjes. En als je wil spelen met vormen, moet je in het rode vakje kijken. Kies maar een spelletje uit. Deze wurm heeft wel heel lang geslapen. Het wordt nou eens tijd dat hij wakker wordt, vind je ook niet? Let goed op de dromen van de wurm, dan zie je hoe je hem moet wekken. Het lijf van de wurm ligt rond een heleboel vierkante vakjes. Elke keer dat er een droom door de droomwolken komt, moet je op het vakje drukken dat bij die droom hoort. Ik zal even een voorbeeld geven. Stel dat je links allemaal kleuren ziet en aan de bovenkant van de vakje staan allemaal vormen. Als er dan een blauwe ruit door de droomwolk komt, moet je het vakje opzoeken dat in de liggende rij van het blauwe vakje zit. En dat tegelijkertijd ook in de staande rij van de ruitvorm zit. Snap je? Nou, nog een voorbeeld. Als er drie schoenen door de droomwolk komen vallen, zoek je het vakje op dat aan de linkerkant bij de schoen hoort en dat aan de bovenkant bij de drie hoort. Je moet wel snel zijn, want de droom is zo voorbij. 3. Eén. Vier. Eén. 4 1 4 3 3 Wauw! Je hebt de wurm wakker gemaakt. Het plaatje is alleen wel een rommeltje. Alle stukjes liggen door elkaar. Verschuif de puzzelstukjes en maak de puzzel weer compleet. Als je wilt zien hoe het plaatje eruit moet gaan zien, klik dan op het plaatje op de staart van de wurm. Als je wilt dat de wurm weer gaat slapen en dromen, klik dan op de pijl op zijn staart. Hartstikke goed. Het plaatje is weer compleet. Dan kun je gaan kleuren als je dat leuk vindt. Kies de kleur door met de kwast op de kleuren op het lijf van de wurm te klikken. Als je wilt dat de wurm weer gaat slapen en dromen, klik dan op de pijl op zijn staart. Thank you.
5. 3. Thank you.
Tot ziens. Tot ziens. Thank you.
Tot ziens. Deze wurm heeft wel heel lang geslapen. Het wordt nou eens tijd dat hij wakker wordt, vind je ook niet? Let goed op de dromen van de wurm, dan zie je hoe je hem moet wekken. Het lijf van de wurm ligt rond een heleboel vierkante vakjes. Elke keer dat er een droom door de droomwolken komt, moet je op het vakje drukken dat bij die droom hoort. Ik zal even een voorbeeld geven. Stel dat je links allemaal kleuren ziet en aan de bovenkant van de vakjes staan allemaal vormen. Als er dan een blauwe ruit door de droomwolk komt, moet je het vakje opzoeken dat in de liggende rij van het blauwe vakje zit. En dat tegelijkertijd ook in de staande rij van de ruitvorm zit. Snap je? Nou, nog een voorbeeld. Als er drie schoenen door de droomwolk komen vallen, zoek je het vakje op dat aan de linkerkant bij de schoen hoort en dat aan de bovenkant bij de drie hoort. Je moet wel snel zijn, want de droom is zo voorbij. Thank you.
Tot ziens! O C I C
Tot ziens! Kegel? Cirkel? Snoep. 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 Kegel. Cirkel. Kegel. Cirkel. Cirkel. Thank you.
Vis. Tot ziens. Zo hé, dat is een gaaf cadeau. Een tekendoos vol verrassingen. Waar zullen we eens mee beginnen? In het midden van de doos zit een plaatje van een huis. Als je hierop klikt, kun je de achtergrond van je tekening kiezen. Met de rode pijlen die je dan zult zien, kun je door de verschillende achtergronden bladeren. Als je iets wilt tekenen,
Kies dan een van de potloden en kies een kleur uit de verfbakjes voor in de tekendoos. Je kunt ook kleuren mengen. Om grote vlakken te kleuren kun je de penselen gebruiken. Dunne lijntjes kun je met de stift tekenen. Die ligt ook in de tekendoos. Zie je hem? Met de spuitbus kun je gekleurde glitters op je tekening spuiten. Je kunt zelfs kiezen uit verschillende soorten glitter. Wil je weten wat het toverstafje doet? Dat is een verrassing. Probeer het gewoon maar eens. Als je op mijn plaatje klikt, krijg je een heleboel tekeningen die je als sticker kunt uitprinten. Klik je dan op de spiegel, dan draai je de stickers de andere kant op. Wil je de stickers op een kleurenprinter uitprinten? Klik dan de gekleurde ballen aan. Dan kleurt de computer de stickers voor je. Als je kleine gedeeltes van je tekeningen wilt weggummen, gebruik dan het kleine gummetje. Met de grote gum veeg je in één keer de hele tekening weg. Als je op het paars papiertje klikt dat naast de tekening hangt, vergeet de computer wat je het laatst gedaan hebt. Op die manier kun je een kleine vergissing snel weer weghalen. Maar er is nog meer. In de tekendoos, boven de kleurtjes, zie je een vakje met allemaal woorden. Als je daarop klikt, kun je kiezen uit allemaal zinnetjes die je op je tekening kunt plakken. Zo kun je je eigen wenskaarten maken. Boven het vakje met de woorden zit een vakje met letters. Als je dat vakje aanklikt, kun je zelf zinnetjes intikken. Als je klaar bent met tikken, druk dan op de rechter muisknop. Om je tekening te bewaren, moet je op de envelop klikken. Veel plezier! Dag! Oops.
Oeps. Wil je het balspel spelen? Ga je gang. Klik op een van de spelers en kijk dan goed naar welke andere speler de bal gaat. Klik snel die speler aan, anders valt de bal op de grond en dat mag niet. Als je het heel goed doet, krijg je een diploma dat je kunt uitprinten. Succes!
Ongelooflijk! Je hebt het record gebroken! Tot ziens!
Ongelooflijk! Je hebt het record gebroken! Tot ziens!
Ongelooflijk! Je hebt het record gebroken! Tot ziens! Tot ziens! Ik ben jarig en ik wil heel veel brandende kaarsjes op mijn taart. De computer probeert steeds de kaarsjes uit te blazen en jij moet me helpen ze weer aan te steken. Als aan het eind van het spel de meeste kaarsjes branden, heb jij gewonnen. Veel plezier! Hoe moet je de kaarsjes aansteken? Luister goed. Als een kaarsje brandt en er staan één of meer kaarsjes die niet branden in de vakjes naast het brandende kaarsje, klik dan op het lege vakje aan het eind van de rij kaarsjes die je wil aansteken. In dat vakje komt dan een brandend kaarsje te staan en alle kaarsjes ertussenin zullen ook aangaan. Nu is de computer aan de beurt en hij zal proberen alle kaarsjes uit te maken op dezelfde manier als jij ze probeert aan te steken. De computer kijkt of er een brandend kaarsje staat, of een rij brandende kaarsjes, en aan het eind van zo'n rij zet hij dan een kaarsje dat nog niet is aangestoken. Daardoor gaat de hele rij brandende kaarsjes uit. Je moet dus goed kijken waar je de brandende kaarsjes neerzet. Onthoud wat ik heb gezegd. Ik ben jarig en ik wil heel veel brandende kaarsjes op mijn taart. Deze ballen voor zijn? Nou, hoe groter de bal, hoe moeilijker het spel is. Dat is alles. Ik wil een verjaardag met ijsjes. En daarom gaan we het ijsjesspel spelen. In dit spel moeten we een muur van ijs laten smelten. Zie je die ijsbolletjes naar beneden vallen? De ijsblokken smelten als er een ijsbolletje van dezelfde
als het op een ijsblok van dezelfde kleur gaat vallen, hè? Als de ijsmuur is gesmolten, kun je gewoon doorgaan met het beschieten van de ijsbolletjes om te proberen het ijsjeskampioenschap te winnen.
Thank you.
ziens. Ik ben jarig, hey, wat fijn. Ik krijg cadeautjes, groot en klein. Ballonnen, slingers, echt heel cool. Snoep en ijs, een toffe boel. Mijn moeder had heel goed bewaard de kaarsjes voor mijn slagroomtaart. Slagroomtaart, slagroomtaart. De hele dag heb ik plezier, want al mijn vriendjes, die zijn hier. We spelen met de tekendoos, probeer het ook, het is grandioos. Speel met cijfers, het valt niet mee. Let goed op en denk voor twee. Papa zegt, dit kost veel geld. Mama vindt dat dat niet telt. Puzzelen, kleuren, ijsjes eten. Deze dag zal ik nooit vergeten. Dit was mijn lied, we gaan nou spelen. Je zult je zeker niet vervelen. Ik ben jarig. Speel. Ik ben jarig. 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 Ik ben. Ik ben. Ik ben. Ik ben jarig. Ik ben jarig. Ik ben jarig. Ik ben jarig. Ik ben, ik ben, ik ben jarig. Zeker dat je niet meer wil spelen. Tot ziens. Kom gauw terug.